Yo guys, what up, je boy Daniel hier. Ik kom net van de camera, speciaal zaakcamera nu. En ik heb deze microfoon gehad. Dit is de Deity D4 Duo. En dit is eigenlijk een on-camera, kan je het zien? On-camera microfoon. Die eigenlijk hetzelfde is als de microfoons die ik zelf nu ook al heb. Alleen wat hier speciaal aan is, is dat je dus naar voren kunt opnemen. Maar de microfoon ook de mogelijkheid biedt om jou als achter de camera staande persoon jouw audio ook op te nemen. En daarbij heeft deze microfoon ook nog eens een 3.5 input jack, zodat je een andere bron van audio erop kan opnemen. En in de camera doet hij het, de kanalen dan splitsen in twee verschillende mono-sporen. Dus dat is wel super chill. Je hoort hier heel veel goede dingen van op YouTube en online reviews en zo. Maar ook heel veel mensen die er helemaal niet tevreden mee zijn. Ik liet me bijna afschrikken, maar ik dacht, weet je wat, ik koop hem gewoon en ik ga hem uittesten en reviewen like, hoe ik hem ervaar, weet je. Want ik kan niet zeggen of dat de mensen die hem hebben gebruikt misschien in de camera iets niet goed hebben gedaan. Of dat gewoon echt deze microfoon zuigt. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dus we gaan hem testen. Alright, oké, hier hebben we hem dan. De Deity D4 Duo. Create better content. No batteries needed. Wind protection en Rycote shock mount. Oké, laten we hem openmaken. Ik ga deze niet open scheuren zoals ik dat normaal doe. Maar ik ga deze voorzichtig openmaken. Want als het me niet bevalt, breng ik hem, zoals ik zei, gewoon terug. Oké, nou, zo komt hij uit de doos. Ik had al op YouTube gezien dat... Dit is de voorkant. Hier is de voorkant. En dit is de... achterkant. Oké, even snel over het design. De bedoeling is dat je hem natuurlijk op je camera schroeft en vervolgens deze kant wijst naar voren. Dus het geluid wat daar binnenkomt wordt opgenomen. Maar de achterkant, als je bijvoorbeeld een interviewer bent of degene achter de camera, dan kun je ook je stem opnemen. En waar deze camera zich in onderscheidt, is dat je hier een knopje hebt waarbij je kunt kiezen of je alleen de voorkant werkend wilt hebben of ook de achterkant. Dus dat je twee kanten opneemt in audio. En daarnaast heb je hier een input en een output. Een input, zodat je bijvoorbeeld een Rode wireless mic of een lavalier mic of iets dergelijks, kun je er gewoon in pluggen. En dan heb je dus eigenlijk een mini mixer in de microfoon. Dus het idee is op zich wel tof. Ik zie zoveel verschillende scenario's waarbij ik het mezelf zie gebruiken. Als ik bijvoorbeeld iemand met een daspeld erin plug of iets wireless. Je kunt er in elk geval alle kanten mee op. Maar wat mij zo interessant lijkt is als ik hem zo meteen op de camera doe, hoe het geluid is. En of deze gevoelig is voor wind. Want ik zie online toch meerdere mensen klagen over dat hij heel gevoelig is voor wind. En dat je heel snel distortion krijgt of dat het gaat klippen. In elk geval dat het niet fijn is als je audio... helemaal verrot wordt door de wind. Oh ja, en daarbij moet nog even gezegd worden dat dit stukje ook wel handig schijnt te zijn, want je kunt zeg maar het draadje hier inzetten voor kabelmanagement, zodat je het makkelijker kunt wegwerken. Ik heb mijn audio levels op 10 gezet. Dit is dus de voorkant. Als het goed is moet het nu een beetje oké binnenkomen. Ik ben Daniel en ik test nu de Deity Duo uit en ik neem nu audio op vanaf de voorkant van de microfoon. En nou gaan we hem even omdraaien en kijken hoe dat eruit ziet of hoe dat klinkt. Ik heb hem nu omgedraaid en maak nu gebruik van de achterkant van de microfoon om te kijken wat de audio-kwaliteit is. Ik heb het knopje omgeswitcht zodat hij ook aan beide kanten opneemt natuurlijk. En wat ik las is dat de achterkant een min 10 dB heeft omdat er rekening wordt gehouden met de afstand van de cameraman, of degene die achter de camera staat, en natuurlijk degene die voor de camera staat. Degene die achter de camera staat, die staat altijd natuurlijk een stukje dichterbij. Dus dat is wel eigenlijk best handig dat je daarover nadenkt. Maar we gaan het zien. Ik denk eerlijk gezegd persoonlijk dat ik deze functie aan zou laten, zodat die aan beide kanten opneemt. En mocht het zijn dat ik de audio van de achterkant niet nodig zou hebben, kan ik die altijd muten of disabelen in post of in de edit. Oké, cool. Ben benieuwd hoe die klinkt. Ik heb geen idee. Ik ben nu gewoon blind aan het testen. Ik moet hem in de NLI of in mijn edit even checken hoe het geluid binnenkomt. En nu draai ik hem weer om. Allemaal mensen kijken natuurlijk. Leuk, hè? Oké, cool. We hebben nu binnen opgenomen en daar is het meest gecontroleerd natuurlijk. Dan kun je niet heel veel misgaan, lijkt mij. Dus ik ga deze bolletjes erop knallen, die deadcats. Die zorgen ervoor dat je kwaliteit van je audio oké blijft, ongeacht wind. Dus ga checken of dit daadwerkelijk echt werkt. Ik ga zo meteen een rondje buiten lopen en kijken of, wat dit precies doet. Ik heb 17%, dus ik doe een klein rondje. Het is aardig winderig hier, dus ik ben benieuwd in hoeverre de wind mijn geluid opfokt of niet. Ja, hoor je iets? Hoor je iets? Als ik haar had, had je het zien bewegen, maar ja, nee, niet. Oké, dit is zeg maar de voorkant van de camera. En nu ga ik even de achterkant even testen. Oké, en nu test ik de achterkant van de microfoon. Aan het lopen, aan het wandelen. En kijken hoe dit zo meteen binnenkomt. Op mijn audio levels zie ik dat het best meevalt qua input. Hij is niet heel hard, dus niet een hele hoge input. Maar we gaan het even checken, het is een snelle test. Oké. Hey, ik weet het niet. Ik heb even geluisterd net en toen ik aan het lopen was, de voorkant, het lijkt alsof ik distortions heb en gekkigheid en ruis en gedoe door de wind. Maar de achterkant van de microfoon klinkt clean. Dus ik vraag me eigenlijk af of ik ook zo'n ezel ben die mijn input te hard heeft gezet. Mijn audio input. Dus ik ga het even checken. Ik ga nog 1 rondje lopen en kijken what's up. Ik heb wederom weer wat wind. En ik ben gewoon benieuwd of die nog steeds zo raar doet. Als hij echt zo raar doet, breng ik hem terug. Maar op zich, de functies zijn wel tof. En audio klinkt ook nice. Als er niet of geen wind op staat. Nu krijg ik wind van achteren. De wind van achteren krijgen. Ja, dus 1, 2, 1, 2. Nog een keer een test. Yes, 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 yes. Misschien hoor je ook handling noise, omdat ik heel erg aan het doen en zo ben, weet je wel. Oeh, kijk. We gaan het checken, Oké, so guys, check. The final verdict. Ik hoorde nog steeds wat winddingetjes. En ik ben er een beetje achter gekomen. Het ligt niet aan de microfoon. De microfoon is top. Kwaliteit is nice, bouwkwaliteit is ook tof. Leuk. Bedacht dat je de voorkant en de achterkant van de microfoon kunt inzetten. Want als contentmaker durf je in één keer veel creatiever te zijn. En daarnaast biedt het je ook nog eens de optie om via de input op de microfoon nog andere audio in te pluggen. En daar nog veel creatiever in door te slaan eigenlijk. Dus het triggert de creative, het triggert de contentmaker. Dat gezegd te hebben vind ik het wel echt nep dat wind dit kan doen met de microfoon. En het ligt hem dus niet aan de microfoon, maar het ligt hem aan de windjammer. Dus dat plofje, weet je wel, de deadcat die ervoor moet zorgen dat wind gekat wordt, daar gaat het niet helemaal lekker. En dan de hamvraag, hou ik deze microfoon of breng ik hem terug? Eerlijk gezegd, voor €89 krijg je best veel. Functionaliteit en kwaliteit. Het feit dat de windjammer niet naar behoren werkt, weet je, dat kan me op dit moment... Dat gaat me niet de microfoon terug laten brengen naar de winkel. In dat geval zou ik gewoon beter ermee omgaan. Kijken wanneer ik de microfoon inzet. Weet je, voor wat voor toepassingen. En voor hetzelfde geld haal ik gewoon een andere deadcat. Een andere windjammer die wel naar behoren werkt. Ik denk dat de design flaw daar zit. Dus ja, laat mij weten wat jij ervan vindt in de comments of in de DM's. En ja, voor nu ga ik hem nog verder uittesten, man. Ik zie jullie de volgende keer, ja.